Goedemorgen allemaal, het is zaterdag alweer. Ik ben gisteren een beetje vergeten te vloggen. Want we moesten gisterochtend weer naar het consultatiebureau voor Helin. En ze was aangekomen, want 65 gram, hoppatee. Dus dat is heel fijn, daarover later meer. Maar de rest van de dag ging eigenlijk een beetje ook snel links naar de kapper geweest met Niels en de speeltuin en van alles. En nu gaan we weer naar de speeltuin. Het is namelijk een van de laatste zomerse dagen van het jaar. Het is nu, het zou vandaag geloof ik 28 graden worden, dus heerlijk. We gaan daar nu heen en we zijn met de auto, want we gaan naar een speeltuin wat verder weg. En dus met Elin, die kan wel in de draagdoek, maar goed, dan ben je zo lang bezig en dan kan je haar daar ook niet echt wegleggen natuurlijk. Dus we gaan lekker met de auto. En morgen komt Sven's beste vriend met zijn vriendin en kindje op kraamvisite. Dus dat is heel gezellig en verder een wat rustig weekendje. Het huis ontploft, dus moeten we weer even opruimen voor de afwisseling. En ik zal zo nog even... We hadden een Sarah Bon cadeau gekregen van de oom en tante van Sven. Ik zal straks even laten zien wat we daarvan hebben gekocht. Dus ik neem jullie weer mee dit weekend. Wat dan nog een beetje korter is dan normaal, maar het brengt niet door. Het is echt een hele leuke plek. Het heet de Moestuin. Hier zie je ze daar. Daar. En mevrouw zit hier. En het is echt fantastisch weer. We hebben lekker een omelet met groenten uit de tuin. En Niels heeft pas een feest. Wauw, Niels, moet ik hem even kleiner snijden? Nee dus. Wij zijn alweer heel wat uurtjes verder. Ik heb de kleine frutsel net weer wat drinken gegeven. Alleen ze drinkt weer niet zoveel. Ze heeft vandaag een soort, ja misschien is ze een regeldag of zo. Want ze is echt, nou ja, ze komt ongeveer elke anderhalf à twee uur. En dan drinkt ze weer een paar slokken. Nou ja, en dan wil ze niet meer. Wat ook hartstikke fijn is. Net trouwens als die pukkel op mijn kin. Maar ik weet niet zo goed. Laat maar even houden op een regeldag. Maar dat is dus wel een beetje lastig. Want ja, daardoor maakt ze eigenlijk steeds geen lekkere slaapcyclus. En is ze dus steeds niet helemaal blij. Het was wel echt een hele leuke speeltuin. Voor wie het niet kent, het is de Moestuin, heet het. En het zit vlakbij Kampong en Galgenwaard en zo. Als je Utrecht kent. Het was echt wel heel leuk. Het was wel een strijd tussen... Tussen ongeveer alle kinderen van de, van de speeltuin om één soort skelter. Die één jongetje zich had toegeëigend door Niels ervan af te duwen. Wat ik altijd heel lastig vind. Ja, ik weet niet hoe jullie dat... Ik weet niet hoe jullie dat doen als ouders. Maar ik vind het altijd heel ingewikkeld als een ander kindje... Wanneer ze dan? Gewoon om mijn arm. Als zeg maar een ander kindje niet zijn die jouw eigen kind iets doet en de ouders het niet zien, maar iets doet zeg maar wat niet mag. En Sven die zag het, ik zag het zelf eigenlijk niet, maar Sven die zag dat, ik zag het zeg maar pas toen Niels heel verdrietig zeg maar erbij stond, maar Niels had blijkbaar een skelter en Sven zei dat het jongetje hem er dus, nou ja, Niels wilde er opstappen en dat jongetje duwde hem gewoon eraf en ging er zelf op zitten. En dat werd Niels heel verdrietig van. En ik wist niet bij wie dat jongetje hoorde. Dus ik heb hem maar gewoon een beetje getroost. Zegt, ja, weet je, ik vind het dan heel lastig of ik dat kindje dan aanspreken. Zeker omdat ik het nu zelf niet zag. Doen jullie dat? Spreken jullie het kindje? Ik doe het zeg maar wel als ik bijvoorbeeld zie dat een kindje slaat of zo. Hè? Als ik dat zie gebeuren, dan zeg ik, dan we niet slaan. Maar ja, met dit soort dingen vind ik het altijd een beetje lastig. Ik vind ook eigenlijk altijd dat het aan de ouders is om een kind aan te spreken. Ik vind het ook eigenlijk aan de ouders om een kind in de gaten te houden. Zeker van de leeftijd van Niels. Ja, wij zijn altijd verbaasd over dat kindjes van die leeftijd gewoon totaal... dan valt er een kindje, die ligt dan te huilen. Er zegt helemaal niemand die opstaat. Maar goed, het zal aan mij liggen. Het moet gek voorkomen dat ik niet direct zie als Niels vast. Natuurlijk ben je wel eens afgeleid door iets dat je even twee dagen naar iets anders kijkt. Maar ik ben niet dat ik... Ik heb wel eens een tijdschrift gelezen of zo, maar dan was er altijd iemand anders bij, bijvoorbeeld mijn moeder of zo. Of dat hij aan het spelen was met een kindje van het kind af, waarvan die ouders er ook zijn. En dat je dus weet van, dan let je allebei gewoon een beetje op, zeg maar. Maar eigenlijk
komt dat zelden voor. 99 van de 100 keer ben ik gewoon alleen maar bezig met gewoon naar hem kijken. Gewoon hoe hij aan het spelen is en aan het doen. En laat ook heel veel dingen, moet hij gewoon zelf oplossen. Maar ja, en dat doet hij bij het kinderdagverblijf volgens mij wel. Maar op dit soort plekken vindt hij dat altijd lastig. Dat vind ik wel echt heel zielig. En vervolgens zei de moeder ook van, oh nee, ik dacht dat hij hem gewoon pakte. Maar ze had het niet gezien. Dus, en dat vind ik dan ook lastig. Dan moet je daar dan een discussie over gaan voeren. Want het was een hele aardige vrouw. Die wilde natuurlijk ook, die heeft ook de beste bedoelingen. Maar ik dacht wel, zelf had ik Niels aangesproken. En had ik gezegd, Niels, ik heb gehoord dat je het jongetje hebt geduwd. Het is niet zo lief van jou. Nee, je mag hier nog 5 minuten op die skelter. En dan mag dat jongetje. Maar dat gebeurde ook niet echt. Waardoor Niels dus zeg maar zonder skelter heel verdrietig achterbleef. En ik zei dan, we gaan gewoon lekker iets anders zoeken. Maar de rest van de tijd, nou ja, zeker 3 kwartier, heeft het jongetje nog op dat ding gezet. En allemaal andere kindjes wilden er ook op. Ja, ik vind dat dan toch lastig. Maar goed, uiteindelijk, toen stond Niels er weer heel verdrietig naar te kijken. En toen zei ik tegen hem van, nou ja, lieverd, we gaan ook zo. Dus ja, kies nog maar 1 dingetje waar je op. En toen zei die vrouw van, nou, ik zal anders maar even, hè, dat hij nog even erop mag. En dat vond ik dan wel heel lief. Dus toen mocht hij uiteindelijk... Dus toen mocht hij uiteindelijk toch nog heel even op die skelter. Helemaal blij. Zoals een ander jongetje wat ging doen alsof hij me ging slaan. Echt heftige dingen bij die kinderen. Ik vind het wel heel lastig. Mijn moederhart kan het allemaal niet aan. Niels is best wel zachtaardig bij andere kinderen. Hij kan best wel boos doen, maar niet zo tegen andere kinderen. Tenminste niet dat ik tot nu toe heb gezien. Hij wordt er juist altijd heel verdrietig van. Een jongetje had mij geslagen. En dan denk je, wat moet je dan als ouders? Nou, ik vind het lastig. Lastig, hè, meisje? Nou, ik ga nog maar een poging doen om een slok in te krijgen. Zodat ze nu gewoon echt even een lekkere cyclus kan maken. Lastig is het thema. Nee, maar het was wel echt heerlijk. Het was super lekker weer. En Niels en Sven zijn nu even voetballen. Want Niels was heel verdrietig wakker geworden door het hele gebeuren. Ik wilde eigenlijk eerst de boodschappen filmen, maar ik ben al een deel vergeten. Ik kan het wel even laten zien. Ik heb weer wat lactosevrij yoghurtje besteld. Dit is mijn favoriet, maar ik weet dus nooit wat ik krijg. Maar dit is met passievrucht en persik of zoiets, nectarine. Druiven besteld, een hutspot pakket, aardbeien, bessen, spekjes voor bij de hutspot en gehakt voor een andere dag. En ik heb ook dit nu trouwens. Geprobeerd. Ik vind het eigenlijk niet zo lekker, maar met een hoop bessen erin is het wel goed. En dan heb ik in ieder geval wat proteïne binnen en dat soort dingen. Dan yoghurt voor Sven. En ik heb peren besteld. Migo, de friendly pear. En wortels. Ik ga namelijk een curry maken van Newborn Fit Mom. Curry erbij, brood, gewoon volkoren brood, een magere rookworst, dat is ook voor bij de curry, kikkererwten, jus. Oh, ik heb ook nog een Thaise gele curry. Volgens mij moest er groen bij, maar ik was in twijfel over de pittigheid en ik dacht, ik weet het niet, dus ik dacht, en anders maken we nog een keer een andere curry met de ander. Zoete aardappel, ook voor in de curry. Shallotjes. We gaan een hele lekkere shallotjes balsamico pasta maken. Dat lijkt me echt fantastisch. Daar hebben we ook linguine voor. Uien. Gewone aardappels. Gewone aardappels. Wasmiddel was 3 voor 15. Ik heb hem meteen meegenomen. Bananen 2 keer, want ik wil ook weer bananenbrood gaan maken voor elke week. Cheetomaatjes, paprika, eieren en kokosmelk. En dan heb ik voor dinsdag nog geen boodschappen, want dan gaat mijn vader koken. En dan zei ik van, dan doen we dan dinsdag eens boodschappen voor, want hij wil onder andere stoofvlees maken. En dat dan weer net niet zo goed voor picknick. Ik vind picknick verder fantastisch, hoor. En vrijdag, omdat ik nog niet wist wat we met eten zouden doen. Omdat Sven er volgens mij niet is. En nu weet ik inmiddels wat Niels uit de heren gaat, maar dat wist ik nog niet. Dus
En I poured myself a beer. Die kwam ik tegen in het koelkast. Ik dacht, nou, dat is een potje lang geleden. Een biertje. Lekker. Uit de fles ook, zes. I'm on a roll. Oh, een spa rood trouwens. Nog een spa rood. Wij gaan Ready Player One kijken. Heel benieuwd. Grapje, we gaan deze kijken. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Goeie titel. Nu al benieuwd. En ondertussen lak ik even mijn nagels met Essie Mademoiselle. Wij gaan bananenbrood maken en Elin kijkt mee. En wij gaan dat doen, hè Niels? Ja, wij gaan het doen. Wij gaan het natuurlijk maken. Ja, we gaan eerst het andere doen. Oh, dat vind ik ook lekker. Ja, maar we gaan eerst het andere doen. Maar dat vind ik niet zo lekker. Zo. Hallo, hallo. Oké, Niels, druk maar op dit knopje. Heel goed. Als hij, dan staat hij zo meteen op 0 en dan kunnen we dit erbij gooien. Dan moet hij naar 55. Mag ik dit doen? Nee, dat kan je niet proeven, die weg. Maar we moeten hier ren doen. Nee, dan moeten straks andere dingen in. Dan gaan we op het laatst gaan we pas mengen. Er zit niks in. Zit er niks in? Nee. Jawel, dat is kokosolie. Dan moet jij dit even gaan roeren. Van roeren? Ja, dat kan ik. Goed roeren. Ik ga wel goed roeren. Goed zo, wel kijken wat je doet. Hè? Niet dat het eruit valt. Goed roeren. Ha. Oh. Ik ga de volgende stukjes doen. Heel goed, Niels. Nou, we hebben dus bananenbrood gebakken en we doen het altijd van die muffinvorm. Dus dat vind ik makkelijk, want dan kan je makkelijk gewoon één portie, zeg maar, nemen tussendoor. En Niels mag dan die van hem altijd versieren, nog met van die spikkeltjes. En dan ga ik zo meteen met Niels naar de speelgoedwinkel. Want we hadden afgesproken, als hij een week droog zou zijn gebleven, dan mocht hij naar speelgoed. En dat was vorige week. Nou heeft hij afgelopen weekend een keer... in zijn broek geplast, maar dat was volgens mij meer een soort van rebelsheid. We hadden hem dus gisteren geen lui aangedaan in bed. Ja, dat was een beetje wel, ja, ik vind ook de slaapjes, dat is dan weer een heel different ballgame. En ik weet ook niet zo goed, moet ik nog even in verdiepen hoe dat dan werkt, want wij laten hem altijd nog plassen voor het slapen gaan. Vaak komt hij rond een uur of 11 of zo, roept hij nog een keer dat hij moet plassen, dus dan doe je dat nog een keer. Maar ja, wanneer dan, ja, hoe dat dan verder werkt, is maar ook een raadsel, zeg maar, dat je dan, ja, goed. Dus dat weet ik even niet zo goed, maar in ieder geval mocht hij dan nu wel een cadeautje uitzoeken. En dat is het dan ook met de zinnelijkheidscadeautjes, want dan heeft hij dus één keer gehad voor een dag, zeg maar, zinnelijk zijn en één keer voor een week. Dus nou, een dag. We hadden toen gewoon, hij moest gewoon een stickervel vol hebben en dan mocht hij iets uitzoeken. En nu weer iets van een tientje. Ja, hij heeft verder geen idee van geld natuurlijk, maar ik wel. Ik heb trouwens echt fantastische nieuwe headphones van Urbanista. Dit is de Seattle, dat is een beetje een soort mat rosé goud. Oh, hallo. Ze zijn heel mooi. Ik ben er helemaal blij van. Ze zijn ook heel licht. Ik moet ze alleen nog even koppelen aan mijn pc en ik heb nog niet helemaal ontdekt hoe dat werkt. Als ik het via Bluetooth doe, kan hij hem niet vinden. Maar Sven zei dat hij dat met zijne ook had en dan moest ik even iets opzoeken, maar dat heb ik nog niet gedaan. Eerst maar even mijn filmpje bewerken. Oh,
eerst even het bananenbrood eruit halen. Vind je die mooi? Ja. Hier heb je ook nog een tractor. Maar deze vind ik op de boom. Nou, dan onthouden we die eventjes. Dan gaan we nog even kijken wat er nog meer is. Dus, vind je dan die leuker dan die? Dan ja, deze. Deze, wow, wow. Ja, er is een taxi uitgekozen met een halte. De hele winkel bij zijn hand gelopen. Je wil spelen, mama. Nou, ik ga even een broodje maken. Oh ja. En dit is het eindresultaat. Nom, nom, nom. Wij eten deze curry van Newborn Fit Mama. We hadden trouwens nog kraamvisite, heel gezellig. En die hebben echt een heel leuk cadeautje meegebracht. Dit is voor Niels, zijn stempels. Volgens mij gewoon van de HEMA. En die heeft hun dochtertje uitgekozen. Super lief. Van jou, mama. Oh, kom zo, lieverd. En dan dit fantastisch schattige koffertje. En daarin staan ook allemaal vlindertjes. Even dit laten zien. Kom zo. Oeh. Door. Kom zo, door. En dan dit rupsje voor Elin. En dan dit. Het is een rammelaar, maar een hele bijzondere. Kijk, deze. Zij werkt op het kinderdagverblijf, dus zij weet echt wel wat kinderen leuk vinden. En dit, nou, het ziet er fantastisch uit in ieder geval. Dus ik ben heel benieuwd. Want het is wel een rammelaar, zoals je hoort, maar niet, ja, niet een standaard rammelaar. En dit kunnen ze gewoon heerlijk vastgrijpen. Het voelt ook wel lekker aan. Nou, ik ken het totaal niet, maar ik vind het heel leuk. Dus dit hebben we gekregen. En deze super schattige haarklippers had ik nog te laten zien. Heel leuk. Dit is trouwens nog wel een leuke tip. Ik had dus met de kinderboekenweek had ik een boek voor Niels besteld. Deze. En dat is De Tijger Slaapt. Dat is het prentenboek van het jaar 2018. Dat is echt heel erg leuk. En Niels had zelf, mocht hij met mama nog een boekje uitzoeken. En dat is dan natuurlijk super schattig. Dan gaat hij dus in zo'n winkel een boek uitzoeken. En het is wel heel verrassend waarmee hij thuis komt. Dit is hem. Holland op zijn mooist. Op reis met de Haagse school. Maar het is dus een boek. Ik zal het even laten zien. Niels is gek op zoekboeken. En dit is een soort van zoekboek met allemaal oud-Hollandse schilderijen. Kijk, dus dan deze man die zie je dan steeds terugkomen. En die mevrouw. Wat een romance, kan ik je alvast vertellen. Maar het is, ja, Niels vindt het dus helemaal leuk. Hij heeft het helemaal zelf uitgekozen. We hebben net nog even gestickerd met zijn nieuwe, of gestempeld met zijn nieuwe dingen. En nu even opruimen. Kapot. Ik heb boer zoek vrouw te kijken met pistachenootjes. Volgens mij heb ik gezegd dat ik nog even terug zou komen op 1 is gewicht. Maar het komt erop neer dat ze 165 gram is aangekomen. Eindelijk weer. En dat is super goed. Maar nu is dus de truc om het vast te houden. En ik denk dat ik gisteravond heb besloten, samen met Sven uiteraard, dat ik grotendeels ga stoppen met borstvoeding. Ik zeg ik denk, omdat ik dat altijd een hele lastige keuze vind. Maar mijn productie is nu zo laag, omdat zij weinig vroeg en denk ook omdat ik veel stress heb gehad, dat het een hele heisa is om het weer helemaal op te tuigen. En op een gegeven moment ga ik natuurlijk ook weer gewoon aan het werk. Dus dan, ik had sowieso bedacht dat ik voor kerst wilde afbouwen. En dan is het zeg maar een half jaartje geweest. Bij Niels is het uiteindelijk 5 maanden gelukt. En daar was ik al hartstikke trots op. En dat was omdat toen heb ik 3 keer buikgriep gehad. Dan had ik gewoon echt helemaal niks meer. En nu denk ik ook, weet je, haar groei is gewoon het belangrijkste. Goed zien wat erin gaat. En nou weet ik dat je een weegschaal kan huren. En dan haar voor en na je borstvoeding wegen. En ik weet het allemaal niet. Maar ja, dat is gewoon ook met naar zo meteen weer aan het werk gaan. En zo gewoon hartstikke lastig. Ik wil haar in ieder geval nog de ochtend- en de avondvoeding geven. Daar heb ik tot nu toe voldoende productie voor. En ik overweeg om een middagvoeding te blijven doen. Dus dat ik eigenlijk haar 3 keer borst geef en de rest fles. Ik heb nog nu heel veel gekolft in de koelkast of in de vriezer.
En dan daarnaast gewoon kunst. Ja, gewoon dat ik denk dat het goed is zo. Maar ik vind het nog steeds wel een lastige keuze. Dus ik laat het nog even bezinken. Maar ik ga in ieder geval niet helemaal aarde meer bewegen om mijn productie enorm te verhogen. Want ja, daar heb ik gewoon ook de energie niet meer voor om dat te doen. Daar is het gewoon even iets te pittig voor geweest allemaal. Goed, ze lijkt in ieder geval aan te komen. Ze lijkt vrolijk. Dus dat is wel heel fijn. Dat voor nu. Meer erover komt gewoon neer in de updates. Dinsdag hebben we de echo voor de heupdysplasie. Ik hoop dat ze het niet heeft. En dan woensdag hebben we weer het consultatiebureau. Weer wegen. Gesprek met de arts. Dus ja, we blijven er nog wel even druk mee. Dus ik hou jullie op de hoogte in mijn mannen-update. Voor nu wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En heel graag tot volgende week bij een nieuwe video. Doeg!